wil Zwolle niet wijzer maken dan ze in feite al zijn. Dus we gaan kijken wat Zwolle er tegenover gaat zetten. Wij weten wat wij willen. Dus we gaan het zien morgen. Hoe staat de groep ervoor? Verder goed. Er zijn wel wat schorsingen en je wat blessures die we altijd hebben. Maar goed, ik denk wel wat dat betreft een goed elftal neer kunnen zetten. Smeets en Diemers waren niet helemaal fit vorige week. Hoe zit het nu met hen? Die kunnen gewoon aansluiten. Die zitten er gewoon bij. Mark, hoe staat het met fitheid? Ja, ik heb deze week kunnen trainen, dus in principe staat het er goed mee. Nu is het zaak om weer wedstrijden te gaan spelen en kijken hoe dat gaat. Ja, ze omschrijven jouw blessure volgens mij wel eens als een beetje een zeurderige blessure, dat hij weer op kan spelen. Hoe zit dat precies? Ja, klopt. Dat is een pees in mijn knie die eigenlijk telkens weer afspeelt naarmate ik te veel doe, zeg maar. Dus als, mocht ik morgen 90 minuten gaan spelen, dan weet ik zeker dat hij weer op gaat spelen. Dus het is zaak om weer wat rustiger op te bouwen en misschien af en toe een keer een training eruit te halen, zodat ik wel alle wedstrijden kan spelen. Maar ja, dat moet ik in samenspraak met de fysio's doen. En, daar voor de rest niemand zich druk om te maken. En dan PEC Zwolle, wat is dat voor een tegenstander? Nou, we hebben veel problemen op het moment. En dan met name ook heel veel blessures hebben ze daar. In de laatste weken draaien ze toch wel wat minder, moet ik zeggen. Ja, en dan moeten wij nu eigenlijk eens een keer daarvan gaan profiteren om daar de punten weg te halen. Robin, dit weekend tegen PEC Zwolle. Lastige tegenstander? Ja, ik denk het wel. Altijd een goed voetballende ploeg. En natuurlijk een gevaarlijke voorhoede. Waarin wij moeten uitkijken, denk ik, voor in de counter. Maar voor de rest, ik denk dat we wel gewoon ons eigen spel kunnen spelen. En dat we gewoon, hoe we hier thuis hebben de afgelopen tijd hebben gevoetbald, dat we dat daar ook kunnen, ja. En nu is de jacht op Cambuur ook weer geopend? Ja, zeker. Ja. En want die ploeg is afgelopen weekend dan weer overheen gekomen. Dus ja, hoe zien jullie dat? Ja, nou ja, dan weet je dat dat kan gebeuren. Ik bedoel, we staan dicht bij elkaar. En het zal uitwijzen of het Cambuur of wij worden. En wij willen gewoon naar boven kijken. Dus ja, we moeten gewoon die punten verzamelen en boven Cambuur eindigen.